Toen we net begonnen waren we ontzettend blij dat we het voor elkaar kregen om mensen te laten delen. En daarmee waren we wereldwijd de eerste die dat voor elkaar kregen. Ik ben Daan Weddepol, ik ben oprichter van Peerwee. En dat is een website waarmee je spullen kan lenen en huren van mensen in de buurt. We zijn een social enterprise. Dat betekent dat we drie dingen willen doen. We willen een succesvol bedrijf hebben, maar we willen ook sociale en ecologische impact hebben. En dat doen we om mensen met elkaar te verbinden. En om ervoor te zorgen dat mensen minder geld hoeven uit te geven aan spullen die ze maar één keer of één keer in de zoveel tijd nodig hebben. En om ervoor te zorgen dat we met elkaar eigenlijk veel minder hoeven te verspillen. We zijn een onbekend product in een onbekende markt voor een onbekende doelgroep met een onbekend businessmodel. Dus alles wat wij verzinnen is een aanname. En als je iets aanneemt, dan zit je er vaak naast. De manier waarop wij werken is dat we alles wat we doen eerst willen testen. Dus als wij bedenken dat we een nieuwe functie op platform moeten creëren en we zijn er niet zeker van of mensen dat echt wel willen, dan zetten we misschien eerst wel een knop op de website met klik hier voor de nieuwe functie, wat dat dan ook mag zijn. En dan gaan we meten, klikken mensen daar echt op? Als ze er niet op klikken, nou, dan hoef je de hele functie niet te bouwen. Als er wel veel op wordt geklikt, dan weten we dat de investering waard is. 6 jaar geleden was Facebook nog een soort van groot voorbeeld van hoe een start-up werkt. Je hebt in het begin helemaal geen verdienmodel en dan word je eerst heel groot en daarna ga je geld verdienen. Inmiddels wordt er veel vaker gekeken naar, nou, kun je al op kleine schaal ook je verdienmodel aantonen en dan pas gaan groeien. Achteraf gezien zou ik veel langer gewacht hebben met kijken naar het buitenland, want het is best wel een risico. Ik denk dat als je echt een goed product hebt, dat je dan een soort universele menselijke behoefte aanspreekt. Wij geven toegang tot producten. Nou, volgens mij is er in de hele wereld is iedereen op de een of andere manier wel bezig met spullen hebben of gebruiken of noem maar op. Dus dat is universeel. Maar markten kunnen anders zijn. Waar zet je tijd? Welk marketingkanaal gebruik je? Hoe laat je mensen betalen? In Nederland betalen we heel vaak met Ideal. Nou, dat kun je in de rest van de wereld vergeten. Als wij in een ander land iets gaan proberen, dan proberen we daar altijd lokale mensen ook bij te betrekken. Dat iemand snapt hoe het ergens werkt. We gaan door allerlei fases heen en soms is dat een fase van groeien en soms ook juist een fase van weer kleiner worden. Dat is misschien wel de moeilijkste stap. We waren met 30, we zijn teruggeschaald naar 4 en inmiddels zitten we weer op 8. Ik ben voor mezelf gaan uitspreken, waarom is het fantastisch om een kleiner team te hebben? Dat helpt om de eerste angst al te overwinnen. Het grootste gevaar wat je misschien wel hebt als ondernemer is om niet in te grijpen als je moet ingrijpen.